is... De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Wat vind je ervan dat het festivalseizoen niet doorgaat? Ik ben niet echt een festivalganger, dus ik vind het persoonlijk niet erg. Maar ik snap dat andere jongeren daar wel mee zitten. Ja, ik weet het niet. Ik snap het aan de ene kant wel, maar aan de andere kant weer niet. Want het is al nu al een jaar, lang een jaar bezig dit. Ik had wel verwacht dat het eerder dat we naar feesten konden gaan, dat soort dingen. Vooral met Dansen met Jansen, dat is een beetje misgegaan. Dat is heel erg misgegaan daarmee. Dus ik snap het wel dat ze dit wel gaan, dat ze dit doen. Dat ze echt de streep zetten over op alle festivalseizoen en zo. Ja, het is gewoon kut. Ik vind het gewoon kut. Begrijpelijk, maar wel heel jammer. Ja, had u gehoopt dat het door zou gaan? Eigenlijk een beetje de kleine festivals zoals Westerpop, Parkpop. Grote festivals, Pinkpop, had wel heel leuk geweest. Vooral omdat de line-up die beloofd was, heel goed was. Ja, dan is het heel jammer. Ik vind het wel goed dat het niet doorgaat, maar wel met de hoop dat het daarna in september wel weer normaal kan worden. Yeah. En niet dat het... dat de dingen daarna wel weer doorgaan. Nou ja, en de Brandersfeest gaat natuurlijk ook niet door. Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik wel jammer. Maar ik wist wel al dat het niet echt door zou gaan ervoor al. Maar als Schiedammer, ja, is wel jammer natuurlijk. Want ik ben er wel vanaf mijn 16e al dat ik daar naartoe ga. Ik ben nu 23, dus ja, is wel jammer. Alternatief bij deze zomer? Nee. Nee, er mag ook in de kroeg geen live muziek. Normaal hebben we de Brandersfeesten in september. Nou, dat is altijd één grote happening. Nou, dat gaat nu ook voor het tweede jaar niet door. En ik woon hier op de Hoogstraat, dus ja, ik woon midden in het feestje dan. En ja, het is heel jammer. En we gaan morgen op vakantie, dus voor 3 weken. Dus dat is het alternatief, denk ik. Toch blijft wel een beetje van, we zijn wel gevaccineerd volledig. Boekje is alles compleet, maar toch blijft die angst wel... Ja, mogen we wel gaan. Ja. Dat is wel hele angst natuurlijk. Ja. Waar gaan jullie naartoe? Ja, we gaan naar, Griekenland. Ja. We gaan interrailen naar Kroatië toe. En voorlopig nog wel goed positief reisadvies? Ja. Oké. Okay. Ja. Geniet ervan in ieder geval. Yes, dankjewel.